Jij mag optieven. Rotte jij, kutbarrel. Oké, deze sign moeten we eerst helemaal naar de tyfus slaan. Oké, jij mag optieven. Doei, sign. Doei. Nice. Dan moeten we deze dingen naar de tering slaan. Doei, jongens. Optieven. Dan moeten we hier graffiti op doen. Face your anger. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? En dan hebben we nog één graffiti te gaan messen. Ik denk dat ik episode 1 hier ga afmaken. Oh my god. What the fuck? Dat is best wel fucked up. Mennen kan... Oké, jij mag optieven. Denk je dat je mooier dan ik ben? She's fake. Ja. You can't take your eyes off her. Oh. Who else do I know who fits that description? Misschien Max. Fuck off, Rachel. Shit, man. We kennen deze chick één dag en we willen nu al noken en we zijn nu al gereject. Optieven, jongens. I've never understood your hard-on for cameras, Max. You took a million pictures of us, and not one of them showed that you were gonna leave when I needed you most. Oh my god, man, zo raar dat... Fuck cameras. Chloe zo erg gehaat heeft voor Max. Old monitor, ja, fuck off, dit is het als ik gekild word door een 9-jarige kutkind in Minecraft. Door een tryhard die niks te doen heeft met zijn leven, alleen maar Minecraft te spelen. Dan gebeurt dit met mijn monitor. Dat zei ik heel apart. Monitor. Toolbox. Ah, oh, fuck jou. If you want to rip a family apart from the inside, it's important to bring the proper tools. Okay. Fuck you, David. Optieven daarmee. Oh, nice. Ik krijg een snap. Oh my god. Hij is aan het save. Hij is aan het save. Chloe, rustig, 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 rustig. Doe voor rustig. Dit is de junkyard. Shit. Dat is altijd zo. Altijd zo dramatisch de bed laten vallen. In ieder geval, mensen, dit wordt een XXXXXL aflevering. Dit is blijkbaar de auto van onze vader. Ik weet niet of het echt de auto is. Like, waarom zou die dan hier staan? Ik zei dit dan niet gesloopt worden. Like, als dit bewijs is. Want door vrachtwagen. Dus er zat eerst een body in met bloed en zo. En dan dumpt ze het hier gewoon hier. Hoor. Dat vind, lijkt me een beetje niet realistisch. Alleen blijkbaar is het wel zo. Fuck a William. Zo heet Chloe's vader volgens mij. Dat is best wel fucked up, ja. Wauw. Dat is wel een besef, ja. Nee, dat is best wel heftig, ja. Ik heb geen idee wat ik vanavond ga doen, mensen. Een beetje chillen. Maandag heb ik weer school. Ik heb een nieuw lab snel gekocht. Dus ik heb lijmstift gekocht voor 30 euro. Niet letterlijk zoveel. Alleen, dat is wel koulo duur, jongen. Omdat ik fucking veel moet plakken. En ja, dat gaat gewoon hard, ja, met de lijmstift. Dit is fucked up. Arme Chloe, man. Ik weet hoe liefdesverdriet voelt. Alleen... Wauw, huh? Ik kan me zweren dat de vorige keer dat ik dat zei, More Than Friends, dat Rachel blij was. Alleen nu... Kan ik het ook niet doen? Heftig, heftige muziek. Kijk, dit bedoel ik met emotionele muziek. Emotionele momenten, shit, ouwe. Chloe is gewoon een teenager die echt helemaal fucked up is. De fucking Max, jongen. Max ging gewoon loose. Ja, ze heeft ook geen keuze, maar dat ze dan wel negeert op tekst is wel een keuze. Dat de ouders weggaan, kan ze niks aan doen, verhuizen. Nee, daar kun je niks tegen inbrengen. Alleen als je je beste vriendin dan negeert op app... Daar kun je wel iets mee doen. Nou, we zijn weer terug in de drie mensen. We zijn weer terug in een soort drugswereld.
Hier is de laatste graffiti van deze episode. En dan heb ik alle graffiti van deze episode gehaald. Why are you crying, sweetheart? Wat de hel? Waarom zit er een crow? Because you're not real. Damn, heftig. I'm not. Nee. What is going on? What the fucking AIDS, man. Chloe, it's going to be okay for me, not for you. I've got Dave now. You don't have anyone. Max? Don't worry, I'm going to see you real soon when you're dead. What the fuck is going on? Waarom is die Max opgehangen? Oké, poster wil ik eerst look en dan wil ik het What's move. What's past is prologue and shit. Kiddo, look on the bright side, would ya? What bright side? You made a new friend today. Oh, dat is Rachel. Hallo, ik wilde wel die shit move, hallo. Ik wil wel mijn graffiti doen. Hé, hey, laat me even die graffiti doen. Hallo. Move, ja, optieven ermee. Ik wil graffiti, dan pas mag ik verder met het verhaal. Ik wil niet één graffiti missen. Arme Chloe. Graffiti. Hey, where's my marker? Hiero. Wine bottle. Oh, there it is. Oh, it zit in the wine. What the Gotta fuck? Say, that was some fight. Inderdaad, bro. A lover's quarrel, you might say? Ik ken haar 2 dagen. She nearly took your head off. Okay, fucking bitch. Ik hou van jou. Loser. Oh, wat is er nou met die Rachel, man? What do you care? Sorry, sweetheart. I guess I'm getting into your personal business. Dit is echt fucked up. Take marker en ik wil die graffiti nou eindelijk doen. Dan pas wil ik verder met het leven. Laat me mijn graffiti doen en dan pas mag je verder met janken. Graffiti hero. Truth. Oh my god, dat is wel een mooie lucid riding. We hebben een trofee weer gewonnen. Dad used to hate it when I wrote on shit. Wake up. Look. Sleep is for the weak. My journal. Oh, maar dit is nog steeds fucked up. Mannequin, hallo. I guess I did that. Ja, we hebben iemand tot hoofd, soort van. Als je dat iemand kan noemen. Sometimes people need you though. Ja, maar zij stuurde mezelf weg. Ze zegt dit dat er niet speet. Ik wil dat je fucking dood gaat, kut Chloe. Oké, dat zegt ze niet, maar ze zegt wel van rot op. Even when they don't admit it. Oh my god. Oké, dit is wel cute. Alleen Rachel, waarom keek je net zo fucking creepy? What the fuck is going on? Rachel, you okay, brother? Rachel. Oh, yes. Als het goed is, is de episode bijna afgelopen, mensen. Het is een 40 minuten aflevering. Ik krijg net te horen van contacten dat meloen een ijssmaak is. Nou, dat lust ik dus niet. Mijn favoriete ijssmaak is vanille of aardbei. Eén van de twee. Wat is jullie favoriete ijssmaak, mensen? Ik weet dat het winter is, maar het wordt nu lente en het wordt zomer en het wordt weer ijs en het wordt weer koulo warm. Dus dan zijn de ijsjes wel belangrijk. Eerst wil ik even kijken wat ze hier heeft geschreven. Wat zei die man tegen mij? Oh, cool. I know you're doing your best, love you. Your school called. I think you know why. We have a meeting tomorrow with Principal Wells. I need you to do better. Chloe, I'm worried about you. Please let me know you're okay, okay? Gaan we nog wel iets antwoorden? Max, oh, dit is zo fucked up. Dat was 3-1 en het is nu 7-5, ja. The journal, oké. Okay. Oh, I thought I watched you, then I realized that drumming is hard enough, which seems fitting, guess.
Given enough next anyone like Rachel before, where everything is a game of some kind. I had to use my breaking and entering skills to get his viewfinder working just so we could spy on some people at the park. Rachel was hilarious making up dialogue for them, and I actually helped my own mocking some tight short wearing speedwalker. After we watched some old couple snuck face, Rachel decided it was high time we unsobered ourselves. So we had to plan to steal wine from these yuppie picnics, and since it's Rachel, the plan involved elaborate acting and more improv on my part. I killed it once again, I'd still never be caught dead on stage, but this type of acting I can get behind. Or hard wine and Tawi journeyed forth in search of more fun and games. Chloe the unsober. I don't. First off, watch your money on Chloe blows this and goes back to having no friends again. I hope so. How did I fuck up? One moment I'm having the day of my life, the next moment I'm awkwardly confessing feelings for her, like some dork asking the head cheerleader to the prom, and she blew me off, because of course she did. But wait, that's not all, because as soon as Rachel leaves, I find a car, my dad's fucking car. This twist is shattered, ugly reminder of what used to be my life, so smash it up, obviously. And then I passed out and had a dream where my dad told me to find Rachel back at the park, and Rachel set herself on fire. But enough about me, how was your day? Chloe, the twisted, shattered, and ugly. We gaan verder met de game, mensen. Ik weet dat het een hele lange aflevering is. Misschien ga ik dit wel gewoon in twee delen doen. Omdat anders wordt het gewoon te lange video. En zo heb ik ook gewoon meer delen. Dan lijkt het niet alsof... Straks, Life is Strange Before Sword. Mijn playlist, 5 episodes. En nu zijn het er wat meer en zo. Dat vind ik wel altijd wat leuker. We zijn weer bij de car. Het is avond nu. We hebben school dus de hele dag geskipt. Rachel is weggelopen. Rachel wou niet met ons fucken. Dat was jammer. Gemiste kans, Rachel. En nu gaan we Rachel terugzoeken. What the fuck hebben we op onze hand? Is dat bloed of is dat verf? Ik heb zo'n gevoel dat dat bloed is. Zal me niks verbazen. Dit is wel fucked up gewoon. Like, wat is het toeval dat we dat hier tegenkomen? Waarom ligt dat hier überhaupt? What the fuck, man? What the fuck? Oh my god. Oké, fucking random. Dat lijkt wel een soort van L of zo. Maar het is eigenlijk gewoon een fucking kutraaf. Of een kraai. Wat is het verschil tussen raven en kraai? Mag ik even feedback? Fucking random. Raven. Crow. I don't know. Ik weet dat Raven een character is in Fortnite. Hey, tikke ma... Oh, nee. Wat is het verschil tussen raaf en een kraai? Allebei toch zwarte kutbeesten of vogels? Ik weet niet of ik nu iets heel doms vraag. Alleen dat vraag ik me ineens af. Ik noem altijd als ik zo'n zwart beest is, noem ik het gewoon een kraai. Maar oké, dat vind ik ook een... Lelijk woord, kraai. We hebben haar ook gelijk gevonden, ja, bij de boom. Hallo, Rachel. Hallo? Dus ze zit te huilen. You came, ja. Yeah. Little early, but... Me too. We gaan niet kut doen. I couldn't let the day end with... Maar ik heb wel mijn feelings confessed, dus we gaan nu toch wel... Chloe... Je weet wat ik bedoel, toch, Rachel? We gaan het niet awkward maken, toch? I don't know how to talk about this. That's okay. You don't have to tell me anything you don't want to. You remember that guy that we saw under this tree with that... Spoiler! Woman, the ones who were making out? That was my dad. Oh, my God. Oh. All right. And that woman... was definitely not my mom. Haar vader gaat vreemd. The worst part is... Oh. I'm not surprised. Maar dit is wel fucked up. Ouders die cheaten, gewoon mensen die cheaten in het algemeen zijn gewoon kut. Alleen, als je als kind ook nog ontdekt dat je een van je ouders aan het cheaten is, dan mag die ouder gewoon ze bek houden en gewoon niet cheaten. An unknown number asking him to meet. I thought I could catch him or something. Oh, en daarom wou ze naar dit park gaan. I'm sorry. I'm so sorry, Rachel. Oh, God. I don't... Ik heb geen vader die kan cheaten in deze game. Dus hey, Neither do I. Shit, Chloe, bro. Chloe, I love my dad. Maar hij is wel een lul. I love him. Oh. And I never want to see his fucking face again. Heftig. When my dad died... Oh, God. I was so mad at him. We gaan nu praten over dad die, dus dan kan Rachel nu niet zeiken, want dan denkt Rachel van, oh fuck, jouw vader is natuurlijk dood. Him, nu voelt ze zich schuldig waarschijnlijk, dat is best wel fucked up. Scream. Oh. And the other half, I
Forgot. Forgot that anything had changed? Yeah. Rachel, what ga je doen? But I've carried this photo around with me for years. Die heb ik gezien, ja. It's from Mount Hood. My dad took me hiking there when I was 10 and it started raining. Oh. I fell and broke my arm 3 miles from the car. Wat staat er? Ancilla, wat de hel staat er op mijn arm? I was going to die, but my dad... What the fuck, he carried me down the mountain. Oh god, dat is best wel I still remember up, the smell of his coat. Oh. And how calm he was. And the sound of his voice and... Hij is wel klootzak. Zo lastig. Wat doe ik? He was just so strong, you know? I felt safe. Wat doe ik? You trusted him. Completely. Here. Ik weet niet wat de hel ik met deze foto moet. Chloe, I owe you an apology. I owe you one too, hey, bro. We were both kind of the queen of shitty. Nou, ik weet niet wat ik heb gedaan. I mean it. Whatever's going on between us, it's intense and new and awesome. And you had the courage to tell me that you feel it too. You feel it too. And I treated you like shit. It's confessing to me, bro. Courage? Wow. I don't know if I'd call it that. More like... Blind desperation. Ik ken je 2 dagen, maar ik wil je nu op je bek pakken, Rachel. Strijder. I'm lucky. Ja. That you were with me today. Ik ben strijder. You're a badass, Chloe Price. Ik heb het wel een beetje verkracht met de. Remember that biker asshole who wouldn't let you into the mill? Ja. You talked your way right past him. Nou, niet echt. You saw that? And those skeevy douchebags who followed you upstairs? 2 against 1. But you wouldn't take any shit from them. Nou, ik wou wel eerst... If you hadn't thrown that bottle. Ik wou wel eerst loesu gaan, ja, maar oké. Ik ben gewoon een badass, ouwe. Come on. What about Drew? Ja. When he was picking on Nathan? You got right in his face and called him out. Je moet gewoon niet andere mensen pesten. That was pretty sweet, actually. Die kan moet gewoon zijn bek houden, die Drew. See? You're the real thing, Chloe. Ik ben... Strijder. I don't nice, know mensen. Like we hebben een score. Plus, you came Rachel along in the with me, no questions pocket. Asked. Well, I don't really need a good reason to ditch school. Chloe verkracht het weer. I guess tomorrow there'll be hell to pay. My mom might skip grounding and just go straight to the death penalty. Yeah. And my dad will definitely punish me with... Fuck him. Fuck die bitch, y'all. Fuck your dad. Loose dat het is. What I wouldn't give to leave this place and never look back. Ja, ik... What's stopping us? 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 Are you serious? Nu is het wel us. There's nothing keeping me here. Not anymore. Ik snap... So, je moeder dan... I came to you tomorrow and told you to pack your bags. I'm serious. Let's do it, Chloe. Let's echt, leave this place fuck forever. Die vrienden die we allemaal hebben, fuck die familie die we hebben. Ja, haar vader is wel een lul, maar Chloe heeft gewoon die moeder hier. Ik snap het niet. Hebben jullie geen van jullie echt vrienden die jullie care about? Of zijn jullie gewoon mensen die vrienden hebben, maar gewoon ja, die vrienden boeien me niks en het zijn fake friends en zo. Wat? Ik snap nooit hoe ze zo makkelijk loose toe gaan. We hebben wel alle gravity. Can I borrow your lighter? En de ik ga nu even mijn back houden voor de muziek, mensen. Want ja, dat moet even. Thank you. Dit is een heftig moment, vind ik. Dus ik ga even mijn back houden voor de muziek en het moment. Come on.
Dat was de Oak Tree waar... Nee, daar is Frank. Het einde van deze episode heeft ook... Oh, de muziek weer. Oh, deze game. Vader van Rachel trouwens. Ho! Life is Strange Before the Storm, episode 1. Awake! Holy dikke tieten op een stokje, mensen. Dat was een heftig einde, ja. Ik weet nog, want ik heb de game nog al één keer gespeeld. Oh. Dat was hem. Ah, dat was de game niet, alleen... Wel episode 1. Wat een einde. Ik werd echt gewoon rood, gewoon toen... Of, nou, ik voelde mezelf echt gewoon warm worden in mijn hoofd, want toen de muziek kwam spelen, want ik heb headset op en ik zit redelijk dicht bij de... Ik heb het hele ding in mijn fucking gezicht en... Ik werd gewoon geblast door de muziek en de feelings en de cinematography, of hoe noem je dat? Met de film en zo, de shots en de graphics en de muziek vooral. En het acteerwerk. En de voice-over en zo, mooie emotion. Wow! Bedankt voor het kijken van deze video, mensen. Als je het een leuke video vond, laat dan een blauwe duimpje omhoog achter. Abonneer de kanaal naar beneden, comment de kanaal naar beneden. Dit gaat waarschijnlijk 2 video's worden, want... ja, dan vind ik het gewoon leuker. Ik kan ook wel 1 video doen van 50 minuten, maar hey, ik vind dat niet echt leuk. Hey, Dutch, dat is grappig. Dus ja, de vorige aflevering en deze aflevering zijn op dezelfde dag opgenomen, achter elkaar. Ik heb alle 10 de graffiti gedaan, mensen. Ik heb de goede keuze gemaakt, denk ik tenminste. Ik vind dat de goede keuze is. Laat me weten in de comments wat je van deze episode vond, mensen. Het einde vond ik fucking heftig. Rachel heeft een forest fire gestart. Haar vader is dus aan het cheaten. En... Ja, deze muziek, jongen. De muziek in Life is Strange is fucking geil. Laat ik daar één woord over zeggen. Is gewoon nice. Eindemuziek is altijd nice. Ook in originele Life is Strange, zoals mijn episode 2 of zo, had echt fucking goede muziek. En deze game ook. We hebben nog 2 episodes te gaan en een bonus episode. En oh my god, mensen, er gaat nog zoveel gebeuren. Ik weet het nog soort van, maar ik weet niet echt de muziek en de feelings en zo. En welke keuzes ik allemaal kan maken. Dus... Oh my god, ik hield mijn bek even aan het einde. Zodat jullie de muziek konden horen. Ik heb nog steeds een beetje rugpijn. Nekpijn, mij. It is what it is. Een jaar mee gaan survive island met z'n 2 video's op een dag. Eigenlijk 3 video's op een dag. Ik ga hard met de YouTube. Ik heb nog steeds 0 kijkers. En ik moet nog even niet vergeten die link van Pyrocynical in de beschrijving te zetten van mijn zomervideo. Een van mensen, bedankt voor het kijken van deze video. Dit was heftig. En ja, eigenlijk wil ik deze muziek uithoren, maar ik wil niet 30 minuten... Oh. Ik wil niet de 30 minuten die credits. Oké. You ran 35%. You are kind to Joyce. Natuurlijk 64%. You defended Nathan 86%. You told Rachel you are more than just friends. You didn't take the money. Ik wist geen eens dat er money was. You didn't purchase pot from Frank. Nope, want niet aan de weed als je maar fucking 15 bent. You read Joyce's self-help book. Natuurlijk 50-50. You put the photo of William on the dresser. Ja, 60. You didn't slip money into Joyce's purse.
Fuck, ik wist niet dat dat een optie was. Ah, dat kan natuurlijk als je de money hebt gepakt, kun je dat doen. Ah, dat vind ik zo jammer. You told Elliot you would go to the play with him, natuurlijk. You told Skip you liked his demo, 42% natuurlijk. You didn't listen to Skip's demo, ja, dat vind ik heel jammer. You finished the tabletop again, 62%. You didn't subdash Victoria's home. You told Rachel you believe in love. Easy win. You shared earbuds with Rachel. You jumped out of the train. Let's go. Dit zijn de stats en dit is de volgende af... Shit. No one steals from me. I want my fucking money. What the fuck, man. Next episode is de start. Nee, dat wil ik niet. Nice. Ik vind dit ook zo mooi aan deze game. Deze scène verandert de hele tijd. Aan het begin was het een forest, maar nu heeft Rachel het verbrand en nu is het dus een brandend forest. Dat zijn gewoon subtle dingen. Nou, niet echt subtle, maar vind ik gewoon mooi dat ze daar aan denken en daar aandacht in hebben gedaan, ja. Echt waar. In ieder geval mensen, bedankt voor het kijken van deze video. Als je het een leuke video van laat, dan blijf ik mijn oog achter. Het was een heftige episode. De muziek is fucking nice. Ik heb goede keuzes gemaakt, behalve dat you didn't slip money into Joyce's purse. Jammer, ik wist niet dat dat een optie was, want ik heb geen money. Dus dat kon ook niet, dat vond ik heel jammer. En verder ben ik wel redelijk tevreden over de rest van mijn keuzes. Bedankt voor het kijken van deze video, mensen. Twee video's, twee afleveringen, maar ze zijn achter elkaar opgenomen. Maar vind ik gewoon leuker om te doen. Later, mensen.